Mag ik een foto met die maken? Jij al een tijdje. Hé, Bisa, wacht even. Ik ga even een foto maken. Ik wil. Wat jij mag. Wilt u alsjeblieft een foto maken? Oh, ja, ben je ook mee? Nee. Is je kut, Jaap? Top, nee, prima. Gelukkig, Jaap. Wat een baardeloze auto. Christus. Nou, maar aan het doen. Ja, hij moet er toch ook uit, die jongen. Die zit toch helemaal kut hier? Hé, hey, Jaap, doe eens even normaal, hé. En jij terug volle zalen. Ja, hier aan tafel Tina Nijker bij Marco Laurens. Jullie gaan allebei heel erg van lachen. Wat zegt dat, Marco? Ja, we kennen allemaal Gerard natuurlijk. Dat is natuurlijk een leuke mafkees. En ik verheug me hier wel op. Ja, ik kwam het toevallig laatst ook tegen in de studio. En dan loopt Wino, zijn manager, met zo'n camera achter hem aan de hele tijd. Ja. En ja, die maakt natuurlijk een hoop mee in zijn leven. Dus dat ja, leuk om naar te kijken. Ja, dat wordt een hele positieve real-life soap. Dat is zeker. Anders Absoluut. Dan die van Gordon, bedoel je dan? Ja, die is wat negatiever, hè? Dus ja, dat is toch wel problematisch ook, denk ik, in deze tijd. Dus ik denk dat Gerard het goed heeft gedaan als hij het positief houdt. Ja. Daar houden mensen op dit moment van. En dit is natuurlijk... Kijk, het zijn niet de meeste diepgaande grappen die er meestal uit zijn mond komen. Nee. Maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft niet. Nee. Het is gewoon lekker ja. vermaak. Ja, ontspannen en een beetje lol. En ook wel leuk een beetje in dat hectische leven van hem mee te kijken. Dat... Ja. Een beetje escapisme tv, hè? Dat nu het al zo moeilijk is in de wereld. Dan kijken we graag naar programma's waar we eventjes het verstand op nul kunnen zetten. Ja. Bijvoorbeeld Te Land, Te Zee in de Lucht. Ook met Gerard en Ruben was bijvoorbeeld ook zo'n grote hit. Dus ik verwacht hier ook wel veel van. Nee, het viel me ook vandaag bij die, er was zo'n grote presentatie. En dan ook mensen die eigenlijk helemaal geen fans zijn van Gerard Joni, die kunnen toch niet nalaten om toch op rond te lachen. Omdat... Jij heeft te lachen aan zo'n Thomas, het is jouw nieuwe collega. Ja, ik ben over de moon en ik heb ook gelachen. Ik heb ook gelachen, ja. Want dat was misschien wel een van de grootste verrassingen vandaag, Thomas Erbrink. Dat jij als publieke omroepman met al de prijzen die je daar gewonnen hebt... al die nipkops naar ons toe komt. Ja, met mijn hele team ook nog eens. Dus het is echt heel fijn dat die ook meegaan. Maar inderdaad, ik... Ik kreeg een aanbieding om een heel nieuw publiek aan te boren... Van een organisatie die heel snel kon handelen. Ja. En die ook heeft toegezegd echt te willen investeren... in het soort werk dat ik en Roel van Broekhoven, mijn regisseur, maken. Mm-hmm. Het was al vrij snel een no-brainer dat ik dat heel graag wilde doen. Nou, no-brainer. Ik begreep dat jij nog bijna dat jij een pilot voor Barlaat ook had opgenomen. Je moet in onderhandeling altijd leverage hebben. Is dat je dit? Dus ik denk, dat doe ik ook. Maar nee, dat heb ik ook gedaan. Hoe was dat? Dat was weer een heel andere ervaring. Maar ik denk niet dat ik die rust heb om elke avond alleen aan de tafel te zitten. Nee? Nee. Je moet op pad? Ik moet op pad. En dat laat RTL. Heel goed doen. Okay. De komende 2 jaar. We gaan 3 series maken. Dus het is ook echt een flinke opdracht. En het laat zien dat Videoland ook echt bereid is om die stap te nemen... om niet alleen nieuwe kijkers binnen te halen... maar ook voor mij om een nieuw kijkerspubliek aan te kunnen boren. Ja. Ja, wat goed. Ik wil nog veel meer weten met Tina. Ja, dat is een verlies voor de NPO natuurlijk. Jullie zijn zenderbaas. Leg het uit, Marco. Dat is vreselijk. Kijk, het is fijn voor RTL en goed voor Videoland. En ik ken Thomas helemaal niet, maar ik heb zo'n gut feeling... dat hij het echt niet alleen maar voor de centen heeft gedaan. Maar het is natuurlijk wel absurd dat dan heb je iemand in huis... die jonge mensen aanspreekt, die thema's, ingewikkelde thema's... politiek, cultuur, op een laagdrempelige manier brengt... met ook nog eens kijkcijfers waar je u tegen zegt... Ja, en de route, Thomas. Nee, want je werd daar, dat was ook wel bekend, toch? Dat heb ik gelezen. Je werd daar eigenlijk een beetje op een dood spoor gezet. Van, nou, leuk al die prijzen, maar je volgende serie moet je maar even afwachten. Nou, het was gewoon heel moeilijk om een concreet voorstel te krijgen. Dus ik heb wel heel veel koffie gedronken in Hilversum. En zoals er heel veel gebeurt. Allemaal verschillende belangrijke mensen ben ik afgegaan. En dan als puntje bij paaltje kwam, dan was er of geen plek in de programmering... of het lag op dit moment niet goed, of er waren nu verkiezingen. In ieder geval... Maar dat zeg je tegen mensen die ook een keer een programma willen maken... maar toch niet tegen je prijswinnende tv-makers? Kijk, weet je, wat ze ook zeiden, ik wil wel echt heel duidelijk maken... ik heb natuurlijk een enorme kans gehad bij de publieke omroep... heb daar die programma's kunnen maken, ben ook altijd heel goed behandeld... heb niks meegemaakt van beerthuisjes, benenachtige praktijken, gelukkig... en bij de VPRO ook altijd heel, heel goed gezeten. Ja. Een kans moet je wel krijgen ergens. En het was gewoon...
ja, er was gewoon geen moment geen kans dat er echt een duidelijk voorstel kwam. Hebben ze nog wat gezegd vandaag? Nee, vandaag niet. Maar de presentatie was er ook bij. Die duurde wel tot 6 uur. Nou, dan gaat iedereen naar huis. Ja. Dus misschien dat we morgen iets horen. Maar ik heb nog niet zo. Ik heb wel van de Bar Laat mensen gehoord. Die vonden het heel jammer. Ja, dat je daar niet meer langs gekomen. Ja. Ja. Nee, want dat mag niet, hè? Je mag nu weken niet. Nee, er zijn wel uitzonderingen. Ja. Maar het legt wel echt wel een probleem bloot natuurlijk van de NPO... dat er zo weinig slagkracht is, weet je wel. Het is allemaal zo ingewikkeld geworden. Ja. En nou ja, goed. Voor Videoland en RTL is het in ieder geval top natuurlijk. We dachten, misschien krijgen we er 2 van de VPRO. Maar Arjen Lubach, die bleef uit. Ja. Al denk jij, geloof ik, Tina, dat hij nog wel komt, hè? Ja, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. 100% zeker dat hij naar 100%? RTL... Ja, nou, 99. Ja, dat kan niet anders. Het werd zo duidelijk. Dit weekend in de krant gaven Sven Sauvé en Peter van der Vorst... de 2 directeuren interviews. En daarin bleek al uit van, ja, hij past zo goed bij ons. En echt zeker bij Videoland. En, ja. Nee, die komt gewoon. Maar ik denk dat het misschien... niet de juiste tijd was. En dat misschien anders alles... Hij moet eerst zijn seizoen afmaken misschien. Hij moet zijn seizoen afmaken. En daar zullen we afspraken over gemaakt zijn. Ja, ja, dat is waar, ja. Om niet 1 grote promopraat van te maken. Want dat zou ook niet goed zijn. Jij was kritisch over The Voice, hè? Wat terugkomt, las ik in... Nou, ik was vooral kritisch over Ranking the Stars. Ja? Omdat ik vind dat RTL propageert heel erg liefde, love. Be stop. Sweet. Ze hebben ook een campagne nu, een hele indrukwekkende campagne. Tegen haat online. En dat vind ik ook een heel mooi initiatief. En dan vind ik zo'n programma als Ranking the Stars daar zo niet bij passen. Omdat ik dat zo'n pestprogramma vind. En in die krant zei dus de directeur dat hij dat programma terug gaat halen bij RTL 4. Mm-hmm. En nou, daar was ik dus heel erg verbaasd over. En wat me dus opvalt, is dat die vandaag dus niet in de presentatie zat. Dus ja, ik weet niet of die ook nog wel komt. Want dat vond ik wel opvallend dat hij toch ontbrak. Niet... Ja, dat hij ontbrak en dat ze toch misschien bij elkaar hebben gezeten van... ja, hij is toch wel te negatief. Het past natuurlijk niet bij het love-verhaal van RTL.